Hoi, ik ben David en ik hou van puzzelen en praten over het leven. Mijn naam is Irina, ik ben 28 jaar en ik hou van tekenen. Ik ben Vela, 32 jaar, ik kom uit Tjaat en ik hou van een feestje. Ik ben Joyce, ik ben 23 jaar en ik werk bij de Kringloop. Ik ben Martina, tweedejaarsstudent. Vandaag heb ik de KO6-toets. Ik vind het wel erg spannend, maar ik heb er ook wel zin in. Ik ben Mark, tweedejaarsstudent. Vandaag de KO6-toets. Moet wel goed komen, tenminste, dat hoop ik. Ja, we wilden dus een spelletje gaan doen en ik had de spelregels al een beetje doorgelezen en zo. Het is ook helemaal niet moeilijk. Je kunt gewoon met de dobbelsteen gooien. Is dat een beetje hetzelfde als mensen ergen niet of zo? Maar we hebben twee gele. Ze hebben nog één. Ja, we hadden gisteren bedacht dat David mee zou doen en Irina en wij twee. Okay. Ja. Dus jullie kunnen niet meedoen. Maar David. Ja. Jij zou dat gewoon meedoen. Maar goed, ik heb dus niet zoveel zin, want ik heb een beetje hoofdpijn. Maar puzzelen lukt wel. Ja, maar dat is rustig. Dan praten niet iedereen. Ja, maar daarom gaan we nu maar. Ik kom er gewoon even lekker bij, joh. Ik bedoel, onder puzzelen krijg je alleen maar meer hoofdpijn. Als je gewoon meedoet met het spel en stel voor dat je hoofdpijn erger wordt, dat je dan stopt. Ja, dat kan wel. We hebben dus een probleem, want we hebben twee gele en twee rode. Dus dan moet iemand die geel heeft, moet even onthouden welke geel van hem is. Maar je kan toch ook een gele en een rode bij elkaar laten lopen? Oh, jij hebt de groene. Oh, ja. Oh je ging al lang mee. Nee, ik weet gewoon dat dat ding is. Ja, wij zoeken die toch? Een beetje voor de gek te houden. Ik heb gewoon niet gezien. Oké, jij mag beginnen. Je moet gewoon gooien. Ja. En dan moet je naar voren en dan moet je op zo'n ding komen. Ja, en dan mag ik zijn. En dan ga ik de vraag voorlezen. Wat voor vraag? Bijvoorbeeld de vraag, is afscheid nemen voor jou belangrijk? Waarom? Wat is dat nou voor een vraag? Is afscheid nemen belangrijk voor mij? Kunnen we niet gewoon even vragen gaan doen van, joh, wat is je favoriete kleur? Ik heb niet over afscheid praten, hoor. Ja, maar het is toch juist... Hallo! Ja, maar Vele, ik vind het heel goed dat je dit aangeeft, heel eerlijk van je. Ik denk dat we voordat we kunnen beginnen met het spel, moeten we wel over eens zijn hoe we het gaan doen met de vragen. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe jullie dat doen. Dit is wel gewoon wat bij het spel hoort. En ik denk dat het wel heel handig is als we om de beurs praten en niet allemaal tegelijk. Want anders kunnen we het nog niet volgen. Nou, het is wel duidelijk wat Joyce wil. Die wil van het spel aannemen. Ja. Ik stel voor, laten we lekker... Ik heb wel vragen hoor. Oh, je hasses is. Ik ben toch even aan het praten. Stop even. Mag ik niks zeggen dan? Nee, ik heb geen baan, dus zo'n selfie back. Nee, ik ben aan het woord. Ging het tot onze beurt? Ik ben fucking stoer, joh. Hoezo stoer? Rustig. Nou, volgens mij wat ik hoor is dat David en Joyce allebei persoonlijke vragen willen. Maar Vela is het daar niet mee eens. Ik ben wel heel benieuwd wat Irina daarvan vindt. Wil je iets over zeggen, Irina? Een bepaald te springen van enthousiasme, toch? Dat lijkt me wel duidelijk. Oké. Okay. Nou, ik... Het is al duidelijk wat Joyce Ik heb wel vragen ja, trouwens hallo, voor Irina. Ja, hallo, hou je alstublieft even. Ik heb het woord. Rustig. Eerst Vela, daarna gaan we het rondje verder af. Jij krijgt zo uur. Dankjewel. Nou, ik vind het best om gewoon met vragen te doen, maar dan een ander soort vragen. Gewoon, weet ik veel, liedjes raden of zo. Wat vind je lekker kwijt of zo, wat je lievelingskleur. Dat is zo saai, maar we kunnen juist door deze vragen even stoppen. Volgens mij kreeg Vela het woord. Ja, nou, en ik heb dus helemaal geen behoefte om al die persoonlijke dingen te delen. Als ik die behoefte had, had ik het al lang gedaan. Heb ik nog niet gedaan, dus... Lijkt ja, maar daarom kan je dat nu wel doen. En hoe zou je dat zien ten opzichte van dit spel dan? Nou, gewoon jullie zelf wat vragen verzinnen of zo. Ja, dan kunnen we allemaal nieuwe vragen gaan lopen verzinnen. Ja, is dat zo moeilijk dan? Ja, dat is irritant, want kijk hoeveel er zijn. 1, 2, 3 blaadjes. Ja, nou. Maar jij geeft dus aan dat je liever niet de persoonlijke vragen... Nee. Oké, top. Irina, wat vind jij? Ik word ook niet. Oké, 2-2 is de uitslag. Hoe gaan we dat oplossen? Ja, nou, we kunnen ook doen dat we wel gewoon deze vragen doen, maar dat je dan één keertje mag zeggen van oké, deze vraag wil ik niet beantwoorden. Dat je mag passen. Joyce, ik vind dat echt een hele goede oplossing. Mm-hmm. Volgens mij hebben we alleen nog het punt of het dan 2 of 3 keer. Wij zeggen 1 keer, zij zeggen 3 keer, dan is 2 keer toch de mooie middenweg. Zit er ook wat minder persoonlijke vragen Ja, er zitten ook wel gewoon normale vragen bij, bijvoorbeeld wat zijn je leuke ervaringen en zo. Nou, dan pik ik 2 keer op. Oké, ja. Oh, let's go. Geldt ook hier 1 keer? Oké, dan mag ik beginnen.
Ja, ik ben blauw trouwens. Ik ben blauw. En ik ben groen. Ja. Als je één gooit, mag je nog. Ja, dag. Ja, dus zout op, waar staat dat? Nee, je mag niet. Laat het even zien. Jij zit er alles te verzinnen. Jemig. Hallo, ik ben Willianne en dit is Jacobine. En wij gaan zo de KO6 toets doen. En we zijn best wel zenuwachtig, maar we hebben echt heel veel geoefend. En ja, we zien het ook wel als uitdaging, hè? Nou, ik vind dat heel spannend. Ik weet niet zo goed wat er nou... Ja, ja, het is KO6. Ja, en het oefenen ging echt wel goed. Het is wel een belangrijke toets, dus ja. Ja. Dus we gaan ervoor, toch? Nee, ja. Ja. Hallo! Hoi. Hoi. Zo, hoe gaat het? Hey, maar wij kunnen ook samen meedoen. Een spelletje gaan doen. Oh, dat is leuk. Dus maar deze. We doen het met z'n vieren. Dus jij kunt niet meedoen dan. Nee. Oh, wij kunnen niet meedoen. Nee, maar wij kunnen wel gewoon meedoen. Ja, David die gaat zo ook meedoen. Als hij het puzzeltje af hebt of zo. Dan, was... Irina, maar jij doet ook mee met het spel. Ja, maar wil je niet misschien blijven tekenen dan? Want je bent zo lekker bezig. Ja. Nee, ik doe wel mee. Maar kan ik dan ook meedoen? Nee, het is toch voor vier mensen. Ja. Kijk, wij doen het met vier. Jij kan wel kijken of meepuzzelen met David of zo. Ja, dat nee, ik wel wil alleen puzzelen. Ja. Echt niet meepuzzelen. Oké. Okay. Ja, je kan over zijn schouder meekijken, dat ziet hij toch. Nee, dat hoeft niet. Blijf jij nou maar gewoon daar zitten? Blijf jij nou maar gewoon daar zitten? Ja. Oké, dan kan ik wel koffie gaan. Ja, dan ga maar gauw halen, want misschien zit er niet meer zoveel in. Snap je? En dan pakken straks andere mensen het weer. Dus doe maar het koffie zwart, soms haakt het knopje een beetje, dus moet je even nog een keer drukken. Ja. Ja, doe lekker. Maar wel even snel dan. Ik ga maar vast uitleggen. Ja, je gaat dus gewoon het aantal stapjes wat je met de dobbelsteen gooit vooruit. En dan, en dan kom je op een vakje. Okay, nee, ik hoop dat die zo goed is. Ja, beter. Goed gedaan. Ja, heel goed. Nou, dus je komt op zo'n vakje en dan? Ja, en de vierkante vakjes horen een vraag bij. Bijvoorbeeld heb je hier de dump of zo. Oh. Maar ja, je hebt daar afscheid. Mag je ook overheen springen zo, als je verder wilt? Nee, je moet gewoon erop staan. Misschien moet je maar even opletten. Dan is de vraag bijvoorbeeld, is afscheid nemen voor jou belangrijk? Vertel waarom. Zijn het allemaal van dat soort vragen? Ja. Gek wijs. Ja, dan gaan we toch niet allemaal serieus beantwoorden. Ja, dat is toch leuk? Nee. Genoeg gekke kom op, zeg. Ik heb geen zin om het zijn gewoon vragen over jezelf en zo. Ja, maar dat wil ik niet. Kijk, vraag dan stel dan een vraag over wat ik lekker vind of zo, om te eten. Of... Maar wat vind je lekker dan? Nou, leuke vraag. Dat bedoel ik. Nou, appeltaart, bijvoorbeeld bij de koffie. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Het zijn niet de vragen die op het papier staan. Ja, dag. Ik heb geen zin om die vragen hier te beantwoorden. Ja, maar zo gaat het spel. Ja, dus we gaan het spel gewoon spelen. Ja, nou, dan wil ik niet meer met het spel. Ik vind het dan een stom spel. Nou, dan ga jij maar even wat anders doen. Maar dan ga je niet meedoen. Maar kan ik niet in jouw plaats gaan? Ga jij maar lekker in mijn plaats. Ja, nee, dat vind ik niet leuk. Want we hebben gisteren afgesproken dat jij ook mee zou doen met het spel. Nou, toen wist ik nog niet dat we van die klote waren. Nee, dat vind ik echt niet leuk. Ik vind het ook niet leuk. Want heb jij gisteren afgesproken om mee te doen? Ja, maar toen wist ik nog niet dat deze vraag. Nou, je hebt wel afgesproken. Afspraak is afspraak. Je gaat gewoon mee. Zou lekker een end op zeg. Als ik niet mee wil doen, dan doe ik gewoon niet mee. Nee, ja. Je hebt het wel afgesproken. Dat is ja, niet de ja, regel. Ja, wat je afspreekt, moet je doen. Als je afspreekt, moet je doen. Ja, dat is niet helemaal. Ja, ik ga mee. Gaan lopen? Nee, ik loop wel met hem mee. Ja, echt niet. Irina. Nee, Irina, kom maar met mij. Jij zou met het spel meedoen, ik niet. Ja, het is een spel. Ja, dat is een en dan, misschien moeten we dan nu gewoon maar het spel gaan doen. We zijn nu wel met z'n vieren. Ik ga geen spel doen. Waarom niet dan? Ja, moet je kijken hoe het loopt hier dan. Ja, het kan nog best heel gezellig worden, denk ik. Ja, denk je? Denk het ook wel hoor. Het was net toch ook heel gezellig. Gaan doen of zo.